Ja, moet je echt ook kunnen tennissen in die tijd? Nou, die spanning is al betekend. Deze moet lekker. Ik denk, dan pak ze nog een keer. Ilse, jij wilde erbij? Ja, ging een vraag. Tiening te gaan. Nou ja, te vragen. Dan hoef ik daar niet op te letten of iemand wel genoeg drinkt. Nee, maar kijk, als je maar een koffie hebt, moet je kijken hoe iedereen het heet. Dan is het vaak Jullie denken dat ik nooit getennist heb, maar ik heb een hele fanatieke vader die tennist heeft. Hij had wel een feest, er waren mijn ouders zoveel jaar getrouwd. Ik moest een oude loopje zijn en ik heb een appartement gehad. Ja, hij heeft een draai. Ik denk dat ik nooit een campingtennis heb. Ik had mij even gevraagd om voor op stap training te doen. Ik vind het vast leuk. Dus het weer is prachtig. Vergeleken bij vanmorgen. Ja. Toen dacht ik echt van, oh, het is zo koud en even weer regen. Ik denk, gaan we toch niet. Maar ik heb de hulp van mijn dochter Lara in het blauw en Sjoukje in het oranje roos en Gonny. Die gaan ons helpen. Eigenlijk hoort dat bij tennis en zeker bij een kliniek, want ja, de blessures zijn. Ja, maar Jullie missen nog deze, denk ik. Staat hier een record? Is het allemaal oud? Zullen we nog eens een keer even de... Kappen nou, man. Ja, zo lijkt het niet af, maar dat is weer op. Goed zo. Ja, jammer. Ja, jammer. Mooi. Ja, het is echt goed. Geen effect, hè? Nee. Ik probeer hem nu eens voor de gein een beetje te zuigen. Nee, ik zie wel, ik heb het leren. Wat jij nu doet. Ja, dat vind ik wel. Uitleg hier. Ja, dus is nu moet ze heel veel en ik heb heel veel gedaan. Ga je dat wel doen? Ik zet hem zo even aan. Ik hoop dat hij tot nu toe net weet. Ik kan moeilijk een bal. Oké.
Hey, laat eens kijken. Wow. Laat eens kijken. Ik wil wel laten. Ik sla echt een overgang heen. Gewoon dat het allemaal. Het is een vrij klein circuit, is het. Ja. Dus als... Ik vind het erg leuk. Nou ja, mijn dank is groot. Onze dank is groot. Ik zou zeggen, de eten bijna, het buffet is geopend. Ik moet jullie erg bedanken voor het afgelopen half jaar weer. Want we doen natuurlijk dit soort dingen ieder half jaar. En zonder jullie was op stap niet geworden wat het nu is. Vanochtend hebben we dat natuurlijk ook al een beetje benoemd, maar we zijn er trots op. En vooral op het speltechniek. En over hoe snel we het oppikken. Ja, maar ja. Dat is wel positiever, hè? Ja, openstaan kijken. Dus, maar ik zou zeggen, jongens, een hele goede zomer. Ja. Ik bel jullie als ik jullie nodig heb voor de zomer. Dus, proost maar. Cheers. Cheers. Esther, bedankt. Goeie bedankt. Ik heb nog een Ik wou wat zeggen. We gaan een leuk muziekje luisteren. Naar Ronald op de gitaar en Jelle als zang. Ja! Dus hebben Ronald gevraagd om even nog lekker muziek te maken. Kunnen we muziek of zoeken we muziek in? En dat weet ik niet. Dus ik hou nu mijn mond dicht. Maar dan mag je het van mij betreft wel. Dat verhaal, wie maakte dat zo'n indruk op me toen ik daar in de trein zat? Een jonge dame. He, het zal geen jonge dame zijn. Maar goed, deze jonge dame die zat schuin tegenover me. En die had zo'n heel mooi heel veel papieren op de schoot liggen met allemaal muzieknoten. Dat vind ik al sowieso heel intrigerend natuurlijk. En ze had haar ogen dicht en ze zat echt zo van... ik denk, die zit gewoon het hele muziekstuk uit haar hoofd te leren. En dat vond ik zo'n prachtig gezicht. En toen dacht ik, nou, dan moet ik maar een nummertje over schrijven. What the Music Leaves Behind. Train has left the station. I don't know where I'm going. The sun creates a haven in which her face is glowing. And I try to read her mind, which I may be fine. What the music leaves behind. All the time her hands are moving, like she leads an orchestra. With her eyes closed she is searching for a secret hidden formula. And I try to read her mind, in which I may be fine, what the music leaves behind.